Goeiedag. Dit is typisch een plaatje dat we in de novembermaand wel eens vaker tegen kunnen gaan komen. Ondiepe mistbanken hier in het bos bij Doetinchem en ook mooi die herfstkleuren aan de bomen. Maar het weertype is daarbij natuurlijk wel heel bepalend. Als we een wat onstuimigere novembermaand krijgen met veel wind, dan zullen die mistbanken niet of nauwelijks tot ontwikkeling komen. En zullen we die blaadjes ook niet meer aan de bomen, maar juist op de grond gaan terugvinden. Nou, om even in wat meer detail te gaan kijken naar de ontwikkelingen van het weer tijdens de komende 30 dagen, begin ik eventjes wat hoger in de atmosfeer met de straalstroom. Het is een band met hoge windsnelheden, wat hoger in de atmosfeer. Ongeveer tussen 8 en 10 kilometer hoogte. En die straalstroom heeft een behoorlijk grote impact op hoe onstuimig het weer bij ons gaat worden. Maar is ook van belang voor de luchtsoort waar we in terechtkomen. Of we juist wat hogere of lagere temperaturen kunnen verwachten. Daarbij moet ik ook even zeggen dat dit een animatie is van het Amerikaans weermodel. En de weerkaarten die we verderop in de video gaan bekijken zijn van het Europees weermodel. Dus er zijn wat detailverschillen, maar er zijn ook wel verbanden te leggen tussen de verschillende modelberekeningen. Als ik de animatie ga starten, dan zien we dat in de loop van komende week die straalstroom wat noordelijker komt te liggen. En dat ook de hoogste windsnelheden echt ten noordwesten van ons komen te liggen. En dat betekent dat wij aan de relatief warme zuidflank van die straalstroom komen te liggen. En dat de meeste onstuimigheid door die hoge windsnelheden, dat ook veelal ten noorden van ons land zal blijven. Nou, wij bevinden ons dus aan die relatief warme zuidflank. En als ik dan even het bruggetje maak naar de temperatuurkaart van het Europese weermodel, dan zien we dat direct ook terugkomen. Een groot gebied dat zich helemaal uitstrekt van het zuidwesten van Europa, het Iberisch Schiereiland, helemaal over Frankrijk, de Benelux tot aan Scandinavië. Daar wordt een temperatuurafwijking berekend van maar liefst 3 tot 6 graden boven het gemiddelde. Dat geeft toch wel aan dat we volgende week toch weer een relatief zachte herfstweek voor de boeg hebben. Nou, wat voor luchtdrukverdeling kunnen we daarbij dan verwachten? Dat hangt ook wel een beetje samen met die straalstroom natuurlijk aan die zuidflank. Daar kan heel makkelijk een hoge drukgebied tot ontwikkeling komen. Zien we hier ook terugkomen. 5 tot 10 hectopascal boven het gemiddelde. De kern zal zich vaak een beetje boven Centraal-Europa begeven. En wij liggen dan aan de flank daarvan. Net een beetje op het overgangsgebied. Want ten westen en noordwesten van ons, daar wordt juist die lagere luchtdruk berekend. En dat geeft ook wel aan dat lage drukgebieden die boven de Atlantische Oceaan tot ontwikkeling komen, ook met die straalstromen meegevoerd worden richting het noorden. Maar dat betekent wel dat de fronten van die lage drukgebieden, dat die af en toe nog wel net ons land kunnen schampen. Dus dat we dan tijdelijk wel even wat meer wisselvalligheid hebben. Als we dan naar die week daarna kijken, is er wel een opvallende ontwikkeling. Want die lage drukinvloeden verdwijnen ineens uit de weerkaart. En dan wordt door het Europees weermodel boven een groot deel van Europa een hogere luchtdruk dan gemiddeld berekend. Geeft aan dat we echt in een stabieler weertype terechtkomen met dus veel hoge drukinvloeden in onze omgeving, maar ook in de ons omliggende landen. Nou, dat heeft ook zijn impact op de temperatuur. Aan de zuidflank van die straalstroom komen we echt in die wat warmere lucht terecht. Zien we ook in de loop van volgende week geleidelijk een stijgende trend van de temperatuur. We komen wat boven het gemiddelde uit. 10 tot 12 graden is ongeveer gebruikelijk, zo begin november. Maar met het toenemen van die hoge drukinvloeden zien we het verschil tussen de nachttemperatuur en de dagtemperatuur zien we ook wat toenemen. Dus op de langere termijn met die hoge drukinvloeden stijgt ook de kans op nachtvorst en gaan die temperaturen bij opklaringen 's nachts echt behoorlijk onderuit. Nou, en met die hoge drukinvloeden hoeven we met heel veel neerslag ook geen rekening te houden. Dit is opnieuw de week van 14 tot 21 november. En we zien in een groot deel van Europa onder de invloed van een hoge drukgebied wat daar tot ontwikkeling kan komen. Ook een negatieve afwijking van de neerslag, 10 tot 30 millimeter onder het gemiddelde. Dus dat geeft aan dat we met droge condities te maken blijven houden. En na de zomer, die hele droge zomer, is een beetje water voor de natuur eigenlijk wel wenselijk. Dus dit is voor de natuur en voor natuurliefhebbers misschien niet een hele goede weerkaart om te zien.
Nou, en die hoge drukinvloeden weten voorlopig nog niet van wijken, want helemaal aan het einde van november tot en met 5 december gaan we al richting Sinterklaas. Dan blijven die hoge drukinvloeden bij ons in de buurt. Het signaal wordt wel iets minder sterk, 0 tot 5 hectopascal. We zien ook dat die kern echt van Centraal-Europa een beetje richting het westen verschuift. En op deze termijn wordt de verwachting natuurlijk ook wel een stuk onzekerder. Maar het geeft wel aan dat die hoge drukgebieden nog wel eventjes bij ons in het zadel blijven zitten. Dan nog eventjes samenvatten. Die eerste 2 weken van deze 30-daagse is het opnieuw heel erg zacht. Aan die warme zuidflank van de straalstroom kan een zuidelijke wind die temperatuur weer behoorlijk doen oplopen. En daarna krijgen we een beetje een omslag. Hoge drukinvloeden in onze omgeving. Rustig weer met een groot verschil tussen de minimum- en maximumtemperatuur. Tijdens opklaringen kan bij weinig wind dus ook nevel en mist tot ontwikkeling komen, wat we op de allereerste foto zagen. En ja, dat hele rustige weer zorgt er wel voor dat we met veel neerslag voorlopig geen rekening hoeven te houden. Dus dat november waarschijnlijk overwegend droog zal gaan verlopen.